Hey, welkom in mijn mancave. Dit is Natsky Barbecue en vandaag gaan we een heerlijke gerookte aardappelsalade maken. De allereerste keer dat ik deze gerookte aardappelsalade heb geproefd, dat was toen ik voor de eerste keer bij Dennis op bezoek was. Nou, ken je Dennis niet? Dit is een link naar zijn kanaal. Het is het grootste Nederlandstalige YouTube-kanaal, dus het lijkt me sterk dat je die niet kent als je mij volgt, maar toe, misschien. Maar in ieder geval, ik was bij hem op bezoek en toen had hij deze salade gemaakt. Nou, echt fenomenaal. En deze ga ik dus vandaag voor jullie ook maken. Ben je nieuw op dit kanaal of ben je tot nu toe nog vergeten om te abonneren? Nou, vergeet niet om dat snel te doen. Dan druk dan ook gelijk op dat belletje naast die abonneerknop. Dan krijg je van YouTube een berichtje als ik weer een nieuw filmpje upload. Dus dan ben je als een van de eerste erbij. En je kunt me natuurlijk ook volgen op Instagram en Facebook, @NoskuBarbecue. Meestal krijg je daar een halve week van tevoren een kleine scoop te zien, zeg maar, van wat er gaat komen. En je kunt al mijn recepten teruglezen op www.NoskuBarbecue.nl. Heb je verder nog commentaar, reacties, opmerkingen? Doe dat hier beneden onder het filmpje. Ik lees allemaal en ik probeer ook overal op te reageren. En dat wordt gewaardeerd, zeg maar. Dus, gerookte aardappelsalade. Laten we aan de slag gaan. Om de gerookte aardappelsalade te maken, we beginnen met de aardappeltjes. Daar heb ik natuurlijk de soort van saus die er nooit heen gaat. Maar voor nu hebben we de aardappeltjes. Ik gebruik culinaire kriel aardappeltjes van onze Duitse vrienden de Lidl. Die snij ik dadelijk in kleine partjes en die gaan in de pan. Dan gaat er wat olijfolie erbij, wat peper en zout naar smaak en dan gaan ze op de barbecue. Dus daar gaan we nu mee beginnen. Oh ja, natuurlijk, en natuurlijk een scherp mes. Dadelijk als ik klaar ben met het snijden, dan gaan we eerst nog even, gaan ze even onder de kraan. Dan spoelen ze even schoon, even in een vergietje. En dan gaan ze weer terug de pan in. En daarna gaat de olijfolie eroverheen en de peper en zout. Schoon met schil, want dat geeft in mijn beleving wat extra smaak eraan. Probeer evenredigen partjes te maken. Zoals je ziet, kijk, er zitten wel al wat grotere tussen. Ja, dat kan gebeuren. Maar probeer ze wel een beetje van dezelfde formaat te houden, zodat ze ook gelijk garen. Deze gerookte aardappelsalade is natuurlijk ook een heel mooi extraatje alternatief als je bijvoorbeeld inderdaad vegetariërs op de barbecue hebt. Ja, over het algemeen barbecue wordt toch wel gelijk gelinkt aan vlees. En hiermee kun je ook mensen heel erg verrassen. Bijvoorbeeld vegetariërs, maar ook natuurlijk carnivoren. Dat er ook wel andere dingen op de barbecue kunnen die heel erg lekker zijn. En gewoon wel het noemertje vegetarisch. Ik haat ervan om het noemertje vegetarisch. Want dit is gewoon lekker eten. Dit is voor mij geen vegetarisch eten, maar gewoon lekker eten. En zo heb ik nog meer dingen die lekker eten zijn, zonder vlees. Maar in ieder geval, hier kun je wel mensen mee verrassen. Dus we gaan ze nu even schoon boenen, schoon spoelen. En dan komen we weer terug. Goed. Even schoongemaakt, even uit laten lekken. Dus dan gaan we, de olijfolie gaat er dan overheen. Lekker royaal. Ze moeten daar ook op de barbecue. Dan wil je niet zeg maar dat ze aankoeken. Dan pakken we de peper. En zout. Ik vind het persoonlijk lekker om royaal zout te doen. Want ik hou er wel van om... Even husselen natuurlijk. Ik hou er wel van om lekker zo'n aardappeltje te pakken en toch een beetje wat zout erin te proeven. Maar dat is mijn persoonlijke voorkeur. Ben je wat meer van peper of wat minder van zout? Hey, doe je ding. Het is geen rocket science. Dus dit is gewoon hoe ik het zou maken.
Oh, er viel er eentje. Niet te lom doen dus. Een klein beetje olijfolie erbij. En ik doe er nog een klein snufje zout. Maar dat is wat ik al zei, dat vind ik lekker. Doe daarin wat jij zelf wil. Dan zijn deze klaar om op de barbecue te gaan. En als barbecue gebruik ik de Weber, mijn Blue Limited Edition. Nou, prachtig ding. Moet je gewoon kijken hoe die daar staat te shinen. Die ga ik gebruiken. Dus ik laat jullie even zien hoe je daar het beste deze aardappeltjes, indirect natuurlijk, op kan maken. Ik heb de Weber opgesteld voor indirect barbecuen. Nou goed, als dadelijk het rooster in ligt, dan heb je hier vuur, het vuur liggen. En hier achterin leg ik de schaal met de aardappeltjes. Dus hier heb je het vuur direct en hier heb je dus geen vuur. En daar gaan dus de aardappeltjes en dan heb je dus een indirect vuur. Nou, gebruik aanmaakblokjes. Die leg ik hier neer op je kolenrooster. En daar zet ik dan de starter van Weber bovenop. Zo. Ik heb een grote starter. Ik moet nog steeds een kleine aanschaffen. Maar ik heb dus gewoon aan één kant van de starter heb ik gewoon de kooltjes. Zodat ze gecentreerd zijn. En goed, daarboven doe ik dus ook natuurlijk de starter boven de aanmaakblokjes. Zodat dat gewoon mooi blijft. Dus nu zetten we even de starter aan en verwachten tot deze mooi op temperatuur komen, mooi gloed krijgen. Ik heb hier nog wat koude briketjes zeg maar neergelegd. Daar gaan deze bij, want ik wil de barbecue dadelijk op 150 tot 175 graden indirect. Dus je moet best wel wat stoken. Alleen in een Weber kan dat natuurlijk, want je hebt geen deflectorplate of zo. Dus je krijgt hem wel sneller warm. In ieder geval hier gaan die kooltjes bij, dus nog wat andere kooltjes om te voeden. En dan kunnen we daar lekker gaan roken. Zo, die kokosbriketten beginnen mooi te gloeien. Onderste zijn al mooi grijs. Bovenste beginnen net aan te koken. Dus dan gooien we ze in het bakje. Kijk. Zetten we deze even hieronder neer. Stoot je ook niet er tegenaan. Even kijken, dan kunnen we het rooster erop gooien. De schuif zet ik onder open. Dan pakken we de heerlijke aardappeltjes. En dan gaat de deksel dicht. Dus we gaan hem zo. Hier het open. Dus dan kan de rook lekker. Ik vergeet één ding. Kijk eens wat ik hier al klaar leg. In al mijn enthousiasme vergeet ik natuurlijk weer iets. Even het rooster draaien. Kijken. Het is gelukkig nog niet warm. Rookhout jongens, rookhout. Echt, hadden jullie dat niet even kunnen zeggen dat ik dat vergat? Nou, in ieder geval, ik heb kersen. Blokjes kersenhout. Kijk. Die kunnen erin. Gaat dat lekker roken. Dan nu de aardappelsla erop. En dan kan die dicht. Hierboven open, wat ik net al zei. En dan kan die lekker... Ja, 150, 175 indirect. Daar willen we wel naartoe. Dus kan die lekker gaan roken. De aardappeltjes staan lekker te roken op de Weber. Het kan misschien zijn dat je een kleine zoom hoort. Ja, dat is de afzuigkap. Die kan ik helaas nu niet uitzetten, want hij staat flink te roken. Zoals jullie net zagen. Maar goed. We gaan lekker aan de slag met de saus. Wat hebben we daarvoor nodig? Appelazijn, mosterd, Griekse yoghurt, mayonaise,
Cornichons en de sap, niet te vergeten. En Provenciaalse kruiden en lenteuitjes. Dus laten we daarmee beginnen. Met de lenteuitjes te snijden. Kleine ringetjes. Het wit en het groen kun je gebruiken. Ik heb trouwens twee lenteuitjes. Net niet gezegd, maar twee lenteuitjes gebruik ik ongeveer. Ja, goed, en snij ze op totdat een stukje voor het einde. Dan is het mooi geweest. Dan ga ik heel even een schaaltje pakken. Zo. Doen we daar de lenteuitjes in. En dan gaan we verder. De mosterd. Twee eetlepeltjes mosterd. 1. 2. Gebruik gewoon, dit is gewoon normale mosterd, medium. Medium scherp staat erop. Je kunt het natuurlijk scherper maken, maar ik zou hem gewoon even hierbij houden. Dan mayonaise. 2 eetlepeltjes. Zo. Dan de Griekse yoghurt. Een beetje roeren. Dan doen we 4 eetlepeltjes van. Dus dat maakt hem lekker luchtig. Zo. Dan houden we die hier erin. Dan zetten we deze even aan de kant. Dan pakken we de cornichons. Een stuk of... 4 pakken we er, 5. Laten we er 5 doen. En die doe je in kleine, ja, maak toch ook gewoon kleine blokjes, ringetjes, rondjes. Hoe je het wil noemen. In ieder geval deze zorgen dadelijk gewoon voor een lekkere bite samen met die lenteuitjes. De lenteuitjes worden wat zachter, maar deze zorgen echt wel voor een lekkere bite. En dan nog een scheutje. Zo, scheutje van die saus, van de cornichons. Dan heb ik hier de Provençaalse kruiden. Ja. Zo, naar smaak, zeg maar. En dan gaan we dit samenvoegen. Je zou eventueel naar smaak nog wat peper en zout toe kunnen voegen, maar mijn aardappeltjes die hebben al genoeg peper en zout, dus dat ga ik niet doen. En dan kan deze de koelkast in en dan is het eigenlijk wachten tot die lekkere aardappeltjes helemaal gerookt zijn. En dan kunnen we ze samenvoegen. Nou, het is vandaag een warme dag, ik lijk wel alles te vergeten, maar de appelazijn moet er natuurlijk ook nog een scheutje in. Zo, kijk. Dit gaan we dan even roeren. En dan gaan we het dadelijk vermengen met de aardappelsalade. Aardappeltjes hebben nu lekker 2 uurtjes, ja, ik denk zo'n 2 uurtjes wel liggen te garen. Hij zat echt over de 175 heen, maar op zich niet erg. Want kijk maar eens hoe ze eruit zien. Kijk, dat ziet er goed uit. En dan pakken we de thermopen erbij. Goed, ik hoef niet de kerntemperatuur te meten, waar deze natuurlijk perfect voor is. Wil je van een stuk vlees binnen een paar seconden de kerntemperatuur weten, echt koop een thermopan, super ding. Maar goed, waar ik hem nu voor ga gebruiken is inderdaad of ik er zo doorheen kan prikken. Kijk. Ze moeten gewoon lekker zacht zijn, die aardappeltjes. Ze moeten gewoon doorheen kunnen prikken als boter. Kijk, en je ziet hoe ik bijvoorbeeld deze. Je ziet er lekker bruin worden van de rook. Dus dat geeft ook wel een indicatie hier ook. Weet je wel, lekker mooi. Ziet er goed uit.
Nou, ik kan er lekker goed doorheen prikken. Dus dat is voor mij een indicatie dat deze aardappeltjes goed zijn. Je moet ze niet te ver doorkoken, want dan krijg je echt van die kruimige aardappeltjes. Nou goed, dan wordt het eigenlijk meer aardappelpuree in plaats van een aardappelsalade. Dus dat moet je niet hebben. In ieder geval, deze zijn perfect. Dus die gaan eraf. Dan zet ik ze even daar op de toonbank. En dan laat ik ze even 10 minuutjes, 15 minuutjes even uitwalmen. Want anders zijn ze natuurlijk van veel te heet om gelijk een salade van te maken. Dus dat gaan we nu doen. Goed, aardappelsalade heeft hij is afgekoeld. 10 minuutjes, 15 minuutjes even lekker staan af te koelen. Dan is het tijd om de saus erbij te doen. Oeh. Dat is voor mij. Lekkerste is, het is allebei lekker. Ik vind persoonlijk, als de aardappeltjes nog een beetje lauw warm zijn, was dat heerlijk om dan het op te eten. Maar laat je deze overnacht in de koelkast staan en je eet hem als koude salade, echt ook super lekker. Nou kijk. En laat dit eventjes een paar minuutjes intrekken. En je kunt een heerlijke salade serveren. Wat is hier lekker bij? Nou, denk aan een... ik zou lekker een picanha of zo. Picanha is er lekker bij als vleesje. Maar goed, deze is naast een broodje pulled pork zou natuurlijk ook heel goed kunnen. Dus ja, ga lekker daar creatief mee om, zou ik zeggen. Dat was hij dan, de gerookte aardappelsalade. Ontzettend lekker, makkelijk om te maken en ja, vriend en vijand, verras je ermee. Dus heb je een keer bijvoorbeeld een vegetariër op bezoek, nou, maak zoiets van de barbecue. Super lekker, succes gegarandeerd. Wil je meer van dit soort video's zien, de tips, tricks en recepten die ik graag met jullie deel? Vergeet je dan niet om te abonneren en druk dan ook gelijk op dat belletje naast je abonneerknop. Dan krijg je van YouTube een berichtje als ik weer een nieuw filmpje upload. En je kunt me natuurlijk ook volgen op Instagram en Facebook, @NoskiBarbecue. En wil je mijn recepten teruglezen? Dat kan op www.noskubarbecue.nl. En ik wil je er ook even aan herinneren. Ik heb er ook een linkje op staan naar mijn Spreadshirt shop. Heb ik wat nieuwe designs geüpload. Dus wil je mij, ja, zeg maar, steunen op het kanaal? Ik krijg er een kleine bijdrage voor als ik een t-shirt verkoop. En daardoor kan ik deze gratis video's kan ik blijven maken, zeg maar. Dus zou je me daarmee willen steunen? Super. Linkje staat op de website. En ja, er staan wel leuke designs bij. Vind je hem leuk? Wil je me steunen? Super, dan zou ik zeggen, ga daarheen. Voor nu, maak deze thuis ook en tot de volgende!